Een bijzondere vondst in Breda. In de oude casinobioscoop werd daar dit theaterdoek gevonden. De bioscoop wordt momenteel verbouwd tot een foothal. en tijdens die werkzaamheden werd het decorstuk ontdekt. We wisten dat een oud pand was. Dus dan kom je oude muren tegen of een oude lamp. of, of dat soort dingen die zijn natuurlijk normaal dat je maar je komt normaal gesproken geen kunst tegen. En zeker niet in een gebouw wat al zo lang leeg staat. Dus ja, dat is gewoon heel bijzonder dat je ook. In plaats van de standaard dingen die je dus een oude pannen was tekenkomt, ook zoiets vindt. Dus ja, dat, dat was heel bijzonder. Het decorstuk is gemaakt tussen 1920 en 1935. Het werd beschilderd door decorschilder Jaap van Dam. Op de ene kant is een landschap te zien en op de andere kant staat het Amsterdamse Tuschinski Theater. Na de vondst is het doek gelijk naar de gemeente Breda gebracht voor verder onderzoek. En ook daar zijn ze enthousiast over het decorstuk. Ik vind het sprookjesachtige. Je kan je echt zo mooi voorstellen van wat voor prachtige film, bijvoorbeeld van Walt Disney of whatever. En zeg maar voorgespeeld heeft. Je waant je meteen in die jaren 20, 30 in die hele mooie romantische tijd. Waar eigenlijk elk verhaal heel erg goed in past. Dus dat vind ik heel erg mooi. Doordat het doek al die jaren hoog en droog heeft gelegen, kregen beestjes en schimmels geen kans het doek aan te tasten. Wil je het met eigen ogen bewonderen? Dat kan op 9 september in het Chassé-theater. En waar het doek daarna komt te hangen, ja, dat weten we nog niet. Het is natuurlijk zo groot dat, het, dat, dat je moet er een heel specifieke plek voor zoeken. En uh, wij vinden het belangrijk dat het in ieder geval een plek krijgt die ja, waar, waar, waar het passend is. En uh, dat het niet ergens in, in een archief verdwijnt. Maar ja, dat zal het nog leren.